Welkom bij deze nieuwe video. Mensen, wat vinden we van mijn middenscheiding? Ik vind middenscheidingen mij nooit staan, omdat het ook altijd zo scheef is en ik heb een grote voorhoofd. Let me know wat je ervan vindt, maar ik vind het niks. Ik denk dat ik het gewoon voortaan hou bij mijn zijscheidingen. Ik heb ook mijn boss clip in, because I'm a boss. No, I'm not. Maar goed, we hebben het vandaag niet over mijn haren en mijn boss clip. Ik ga vandaag een make-up tutorial volgen. Deze hype van andermans make-up video's followen. Ik weet niet waarom ik er zo lang over heb gedaan om ook zo'n soort video te maken. But here I am. Het is 2020 en nu pas maak ik zo'n video. En ik vond het dus leuk om in plaats van een gewone tutorial een vintage tutorial te volgen. Ik heb een video gezien bij een Amerikaanse YouTuber. Ik weet alleen niet meer wie, want ik heb die video echt al een half jaar geleden of zo gezien. En toen had ik besloten dat ik dat ook wilde gaan doen. But yeah, again, here I am. En dit is een tutorial uit het jaar 1960. Dus dat is een tijd geleden. De make-up was toen heel anders. Echt, ik zet me echt als schrap. Ik heb dus een half jaar terug die video wel helemaal gezien. Maar ik heb hem nou niet meer gezien. En ik weet niet meer echt wat ze allemaal deed in die video. Dus ik ga het vandaag gewoon samen met jullie bekijken. En ik denk dat ik er wel vanuit mag gaan dat er in die tijd nog geen nep wimpers waren. En we all know, tenminste de meeste van ons weten, dat ik geen echte wimpers heb. Ze zijn super kort en ik heb er echt niks aan. Ik heb mijn wenkbrauwen ook niet gedaan, want ja, misschien dat Sarah die ook gaat doen in die video. Ik denk het wel. Ik denk dat ik me nog herinner dat Sarah dat in die video deed. Dus ik heb vandaag letterlijk niks op mijn gezicht. Dus ik ga helemaal haar video volgen. Ik ben super benieuwd, want ja, make-up toen is obvious heel erg anders dan nu. Ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe mijn gezicht er op het einde uitziet. Toen ik dus de video net weer opzocht, zag ik ook dat Masha van Beauty Gloss deze video ook heeft gemaakt. Ook met die video. Dus voordat mensen ineens gaan roepen van, je doet Masha na van Beauty Gloss. Nee, ik heb het gezien bij een Amerikaanse beauty YouTuber. Maar bij deze, zij heeft de video ook gemaakt. Laten we gewoon snel gaan beginnen. Oh god mensen, ik ben zo benieuwd. Ik ga hem even aandoen. Oh, reclame. Oké, we gaan beginnen. Ik vind het echt super spannend. Go easy. Or the results can become ludicrous. Go easy. Take advantage of what's there. Accentuate the good points. Minimize the others. Optical illusions can, in many cases, produce the wanted effects. Foundation is used as a base for the rest of your makeup. Work the foundation from the center of the face toward the hairline using... Ze gebruikt ook geen primer. Ik gok dat wat zij gebruikt een hele lichte dekking heeft. Dus ik gebruik mijn... Dus ik gebruik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 4. Om met je handen aanbrengen. Oh jongens, ik hou er echt niet van hè. Oké. Whatever. From the center of the face toward the hairline... Using gentle upward strokes. Ja, gewoon precies na. Make sure it's blended evenly. Cosmeticians will guide you in your color choice. Oké, ik ben het nou aan het inblenden met mijn vingers. Dit voelt nou echt zo raar. Oh my god. En ze had ook gezegd om het goed in te blenden. Dus dat ben ik aan het proberen. Oh, heel mijn handen zijn vies. Ik moet zeggen dat het op zich met mijn handen wel gewoon goed inblendt. Dus daar ben ik wel blij mee. Oké, ze gaat nou blotten met papier. Ik heb hier gewoon een wc-rol, dus dat ga ik ook doen. While a reddish skin can be toned down with a beige foundation. Blot off excess with a tissue. If you have disturbed skin, medicated makeups are available. Ze brengt concealer aan, jongens. En ze brengt concealer aan met haar vingers, dus dat ga ik ook gewoon doen. These are often caused by not enough sleep and lack of iron. This is a foundation 2 or 3 tones lighter than your base. Zo, ik vind dat het er tot nu toe goed uitziet. Dan pakt ze blush, oftewel rouge. Vroeger bestond het woord blush niet echt. Iedereen zei rouge. Mijn kwast is wel een stuk groter dan die van haar. Or a highlighting cream. Blush is applied to give cheeks a quiet glow. A good rule to follow is never let blush come nearer the nose than an imaginary line
dropped vertically from the center of the eye. Blush should be applied from the center of the cheek outward and up into the temples. Blushes can also be used for contouring. Example, a tone 3 shades darker than the foundation can be used to point up a cheekbone or diminish a wide jaw. Nou, kaakcontouren en alles, jongens. Blends your makeup. Nou, pak ze een poeder. The simplest powder to use is a colorless, translucent one. Oh, ze gebruikt een pat puff. On. Ik heb hem gevonden en ze gebruikt een losse, translucent poeder. Put on liberally. A tuft of cotton that can be thrown away is the best powder puff to use. Ik vind het wel grappig dat ze beginnen met blussen en dan pas poeder. Oké, we gaan verder. Wait for the powder to set. Then, with another clean powder puff, brush away excess with downward strokes. Dus weer met zo één, maar dan schoon, moet je de excess eraf halen. Ik heb hem niet schoon, dus ik pak gewoon een wattenschijfje. Eyebrows frame the eye and focus interest on them. They are also important in the shaping of the nose. Pointed eyebrows can make a nose seem longer. Wat doet ze nou in de wimpers? To remove straggly brows, lubricate them with Vaseline or baby oil. Nee joh, ze doet vaseline in haar wenkbrauwen. Vaseline, die ga ik dan ook maar een klein beetje in mijn wenkbrauwen doen. The color of your eyebrow pencil should be as close as possible to your natural color. Only the darkest brunettes should use a black pencil. Ik heb dus black. The highest point of the arch should be a straight line from the outer edge of the iris. The tapered end of the brow should form a straight line past the outer corner of the eye to the side of the nostril. Oké, ze vult het gewoon een beetje in. Dat ben ik dan maar nou ook aan het doen. Ik vind het wel echt goed dat ze echt veel tips heeft en zo. Tenminste, die persoon die praat. And only the darkest of the brunettes should use black. Nou, dat ben ik. Ik heb letterlijk zwart haar. Nou, ik heb mijn wenkbrauwen nog nooit zo makkelijk gedaan, maar op zich, ik vind het wel iets hebben. Oké, wenkbrauwen zijn klaar. What's next? Blend pencil strokes into your brow with a clean mascara brush. Oh, spoolie. Die heb ik al. Mascara applied to lashes would complete the well-groomed eye and is sufficient eye makeup for the early teens. However, if you wish to give more attention to the eye, you may use the following procedure. Okay. A lid highlight with a creamy pale shade is flattering to most eyes. Nee. Never wear bright, obvious evening colors. Never wear bright colors. Geen felle kleuren. Oh my god, ik moet gewoon een witte glanzende cream kleur op mijn ooglid doen. Oké, ik heb een liquid oogschaduw gevonden van Technique. Dit is dus zo'n hele witte glanzende kleur zoals zij heeft. En ze brengt die met haar vinger aan op haar ooglid. Dus dat ga ik ook doen. Oké, nou. Zoiets. For contour and emphasis, a taupe or brown shade is placed into the lid crease and just above the lid. Een bruine kleur in de crease. Ik heb hier een bruine matte kleur van Kiko en zij gebruikte zo'n applicator om het mee aan te brengen in de crease. Dus dat ga ik ook doen. Als ik nou nog op zijn minst gewoon normale kwasten kon gebruiken, dan had ik hier nog iets van kunnen maken. Maar dit zo, oh my god. Nee, oh my god. Mensen, it's a mess. A gleam of pearly white or beige on the bone just beneath the brow emphasizes the bone structure. Oké, een lichte glanzende kleur onder de wenkbrauwen. En ze pakte echt een witte kleur, dus dat ga ik ook doen. En ze bracht het ook aan met haar vinger, dus dat ga ik ook doen. Deze ooglook is echt een mess. Eyeliner is used to make the lashes seem longer. Ooh. There should be no hard, obvious line.
Geen harde, opvallende lijn. Apply as close to the lashes as possible. And remember, black can only be worn by girls with very black hair. Zwarte eyeliner mag alleen als je zwarte haar hebt. Blondes or brunettes. As black adds harshness to the eye. Oké, ze maakt gewoon een lijn op de wimperrand. Zwart mag alleen als je zwart haar hebt. Nou, ik heb zwart haar. Zij gebruikte een soort van gel of zo, I don't know. Oké, mijn lijn is veel dikker dan die van haar, maar al mijn gel eyeliners waren helemaal uitgedroogd, waardoor het helemaal zo dik werd. Oké, mascara. Mascara makes lashes look longer and fuller. Incidentally, no amount of eye makeup will help if your eyes are drowsy and lackluster. To be wide-eyed and alert, a full measure of sleep is necessary. Je moet genoeg slapen, jongens. The right food definitely relates to the clearness and sparkle of your eyes. En gezond eten. Vitamin A and plenty of water are essential for this. Ze gebruikt ook een clean brush, maar die heb ik niet. Oké, ze gaat nou verder met de lippen, dus ik denk dat dit het dan was. Ze doet ook niks hieronder of zo. Het is gewoon dit. The generally accepted age for wearing lipstick is about 14. Vanaf 14 jaar mag je lipstick. A subtle color is the most becoming. To apply lipstick, prop your elbows firmly on the table, supporting the chin with one hand, while steadying the action with your drawing hand. Oké, wacht. Ze gebruikt rood. Ik gebruik even een rode lipstick van MUA Cosmetics. En ze gebruikt een kwastje. Dus ik heb ook een lippencil die ik ga gebruiken. En je moet dus ellebogen op je tafel doen met één hand je kin vasthouden en met je andere hand aanbrengen. Instructies wel. Ja, jongens, zo moet het. Start from the center of the upper lip, drawing a smooth curve to the outer corner. On the lower lip, start at the corner and come to the center with a brush laid flat. Fill in with the brush or the lipstick itself. Ze gebruikt dus geen lippotlood. Ik denk dat dat toen gewoon nog niet bestond of zo. Dus ik vind het grappig dat ze ook een soort van lippotloodrand aanbrengt door een kwastje te gebruiken en dan inkleurt met de lipstick. Dus op die manier heb je dan toch nog een soort van lippotlood gebruikt. Even kijken, ze pakt dan toiletpapier en you need to blot off the excess. Dus wat er nog te veel op zit, moet je eraf halen. Dat is iets wat ik heel vaak terugzie in die video. In die tijd hielden ze dus obviously niet van too much make-up. Je moet alles eraf blotten om het minder te maken. Blot the excess. For a softer, smoother look, apply a lip gloss. Remember, lip gloss. Lips need protection as well as the skin. Ik weet niet welke kleur ze gebruikte, maar ik ga gewoon voor een clear gloss. And remember, your lips need protection. If you prefer not to wear a lipstick, do wear a lip gloss. Als je geen lipstick op wilt, moet je wel een gloss op. Skin blemishes cannot be entirely avoided by most young girls. Make-up can conceal them, but a healthy diet and cleanliness can often prevent them. The shade. Oké, ze haalt dus imperfecties weg met een beetje concealer erop. Maar je kunt imperfecties vermijden door gezond te eten, jongens. Ik heb geen blemishes. Ik heb godzijdank een best wel egale huid. Maar ik ga toch gewoon, weet ik veel, misschien wat vlekjes of zo weghalen. Waarom zien mijn lippen dan most heftiger important, uit dan die van haar? Never pick or squeeze a blemish. It makes matters worse. Die hond. Nou mensen, dat was het dan. Mijn lippen zien er wel heftiger uit dan die van haar. Ik denk dat haar lipstick iets minder gepigmenteerd was. Maar dit is basically make-up van de jaren 60. Wat vinden we ervan, jongens? Ik ga stuk. Nou, dit is echt een stuk anders dan hoe ik normaal mijn make-up doe. Wat mij echt opviel is dat het echt vaak werd gezegd om de excess eraf te halen. Dus ze willen echt absoluut geen plamuur gezicht. Wat ik mis zijn bronzer, primer, highlighter. Dat zit er allemaal niet bij. Ik vind op zich de huidsmake-up vind ik best wel mooi. Daarmee zou ik gewoon over straat gaan. Wat het gewoon echt verpesten was...
al this here going on op mijn ogen, dat is gewoon echt niet mooi. Dus een duim omhoog voor de huid, maar een duim omlaag voor de ogen. Oh mijn god, ik vond het ook echt super grappig en ook best wel goed dat ze ook de hele tijd tips gaf over hoe je gezond kunt zijn van binnen. Dus genoeg water drinken, gezond eten, dat ook allemaal effect heeft op je huid en alles. Dat zie je niet echt meer in de tutorials van nu. Nu is het gewoon make-up en klaar. Hier en daar wordt het wel gezegd, maar niet zo uitgebreid als hoe zij nu deed. En ja, het is wel belangrijk om gewoon gezond te eten en water te drinken. Niet dat ik het doe, echt totaal niet, maar ja, whatever. Maar goed, ik vond het wel echt heel grappig om dit te doen. Dit is dus hoe men er vroeger uitzag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!